valt ons Amerikaans Yale valt op, in dit geval met een mast die bijna 6,5 meter hoog komt. Hij heeft een fijne op- en afstap met een eerste trede die voldoende laag zit. Bijzonder kenmerk is dat het stuurtje iets naar links zit, waardoor je het mooi voor de linkerarm hebt zitten. En de bediening, nou, is eigenlijk ideaal met een voor- achteruit onder de duim en flippers die je heel makkelijk met de vingers bedient. De Linde E35, een degelijk Duits product, een goede afwerking, bijzondere kenmerken als een veiligheidsglas bovenin, dus geen rooster, waardoor je naar boven toch een dak boven je hoofd hebt, een prima zicht hebt in die richting. Neigcilinders die bovenaan de mast zitten, wat ook bijzonder is. En ondanks dat hij stil is als accuheftruc, is hij eigenlijk nog weer stiller dan de ander. Trigo 35 van Toyota, 3,5 tons product uit Japan, degelijk goed afgewerkt. Vooral opvallend door een plezierige bediening. De hendeltjes, de joysticks zitten vrij dicht bij elkaar. De rijhendel zit daarvoor, waardoor je dat heel makkelijk bedient. Mooie parabolische spiegel, waardoor je minder omgedraaid hoeft te zitten.